Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw filmpje op mijn kanaal. Ik ben vandaag naar de Action geweest. Ik heb herfstvakantie en ik ben lekker aan het knutselen en ik wilde een paar dingetjes kopen bij Action. Ik had dit filmpje al online staan. Ik heb hem er weer afgehaald omdat ik zag dat ik helaas niet in het goede formaat had gefilmd. Dus ik hoop dat het nu beter gaat. Ik ga je laten zien wat ik gekocht heb. Als eerste mochten mee deze te schattige kleine rendiertjes. Dat zijn natuurlijk Rudolfjes, de Red-Nosed Reindeers. En ze kosten slechts 99 cent per stuk en ze gaan in een goodie bag, is het idee. Vervolgens nam ik ook mee, voor in de goodie bags, deze leuke candy canes voor 99 cent. En de bedoeling is dat je zo'n candy cane in zo'n goodie bag kan steken. Als je mijn post op de community hebt gezien, dan zie je dat ik bezig ben met het maken van goodie bags. Daar komt een tutorial van. Daarnaast mochten ook mee voor 68 cent per stuk deze leuke rhinestones. Ze waren er in meer kleurtjes, maar ik vond deze kleur het mooiste. Ik had ook dat roze had ik echt nodig. Ik heb er al eentje gebruikt, maar ik heb er nog meer nodig. Rood en roze. Goudtinten, eentje een beetje koperkleurig zelfs. En dit is dan goud met zilver. De andere heb ik laten liggen, vond ik iets minder van kleur. Ook mee mochten voor dit keer. Even kijken wat ze kosten. Voor slechts 59 cent per sheet. Deze leuke lettersheets. Letterstickertjes. En ik heb ze meegenomen in het blauw. In het zwart. Twee keer allebei. En één keer in het regenboogkleurige. Ook hiervoor geldt, er waren meerdere kleurtjes. Maar ik vond dit de mooiste. Dus de rest heb ik laten liggen. Nou, en ik had het net al even over verpakkingen. En als ik toch in die verpakkingenbusiness bezig ben. Dacht ik bij mezelf van, nou, dan kan ik dit keer kan ik er niet aan voorbij gaan. Voor 1,59 heb ik dan die 24 zakjes meegenomen. Met 24 keer een labeltje en ook 2,5 meter touw wat erbij zit. Ze zijn kraftkleurig. En nou ja, eens kijken wat ik hiermee kan gaan doen. Wat vervolgt. Wat ik ook nog mee nam, was een nieuw paperblok. Craft Universe heeft vier soorten uitgebracht en dit vond ik de mooiste. Ik ga hem heel kort met jullie doorlopen. Het zijn een beetje ja, hele bedekte kleuren, een beetje dat beige-achtige weer. En ik vind het gewoon heel leuke patroontjes, heel grafisch, met stippen en grijs. En een bloemmotiefje, moet ik nog even bij vertellen. Er zijn 20 holografische papieren, 20 keer gefolieerde papieren en 20 keer gewoon full color. En deze die ik je nu laat zien zijn dus de full color papiertjes met een bloemmotiefje. Heel leuk, deze ook. En dit vind ik heel geinig. Dit doet mij een beetje denken aan Jugendstil. En dat is mijn favoriete kunststroom. Ik hou er erg van die stijl. Het zal misschien wel totaal iets anders zijn, maar daar doet het mij aan denken. Dit is mijn giraf. En dan hier begint het gefolieerde met goud. Vind ik ook een heel leuk patroontje dit. Hier weer een ander patroontje. Een bladmotief met een roze achtergrond. Superleuk. Iets meer een wat hysterische bladmotiefje. Toch nog steeds heel leuk, vind ik. Heel mooi met zo'n goud streepje. Dit vind ik helemaal mooie papiertjes. A5 formaat is het. En dit vind ik ook hele schattige bloempjes. Die bloempjes zijn dus net even met het goud aangezet. Te schattig. Nou, en hier krijg je dan dat holografische. Met iets van een, ja, ik vind het toch heel leuk. Een soort van fantasiepatroon eigenlijk. Een soort van bladmotief is het, denk ik ook. Dit is dan iets van een dierenprint, waarbij die spots dus holografisch zijn. Dan krijg je papiertjes helemaal holografisch. Het schittert je tegemoet, zoals je ziet. Zo gauw even doorheen bladeren. En dan, oh ja, deze heb je ook nog inderdaad. Meer een pantenprintje met die vlekken die holografisch zijn. En deze vind ik zelf ook nog heel leuk. Dit is ook weer zo'n gek bladmotiefje. Doet mij ook weer een beetje Jugendstil-achtig aan. Ik vind het prachtig. Even kijken. 60 sheets, 200 gram. Dus leuk papier. En dat van Craft Universe. Wat ik ook nog meenam. Dat is dit bamboe paperblok. Dat zul je vast ook al wel gezien hebben. Er zijn 26 sheets zijn erin. 250 grams is het. Volgens mij is het ook bedoeld voor mixed media. Dit meen ik ergens gelezen te hebben. Het is van Creative Arts. Dus volgens mij is dit Craft Sensations eigenlijk. 24 bij 34 centimeter. Voor slechts 1,99 pH neutraal. En zelfs als ik watercolor, als ik aquarel, dan doe ik dat op katoenpapier. Dat werkt het allerbeste. Nou, denk ik niet dat katoen en bamboe met elkaar te vergelijken is, maar ik wil toch eens even weten hoe dit uitpakt. Ik ben heel benieuwd. Ik dacht dat het ergens bamboepapier is, inderdaad.
En wat ik tenslotte nam voor 99 cent per stuk. Dat is echt de klapper van mijn aankoop. Dat zijn deze te leuke stempeltjes van DecoTime. DecoTime heeft een nieuwe houten stempeltjes uit. Rubberen stempels met als thema wouddiertjes en nou ja, dingen die bij het bos horen, zeg maar. Dit vind ik de allermooiste. Prachtige vos. 99 cent. Dit is dan een kleine Bambi. Ze heeft ook een moeder, laat ik je zo zien. Een theekannetje met allerlei leuke, lieve dingetjes erin. Een schattig lief haasje, ook alvast voor de Pasen. Allemaal in het bos te vinden natuurlijk. Een heel kawaii-achtig lief klein haasje. Heel schattig. Dit is dan moeder Bambi. Alleen het portretje. Vind ik ook heel mooi trouwens op portret. De schattige paddenstoelen, hier ben ik heel blij mee ook. Deze vind ik ook heel gaaf. Want ik heb nog niet echt paddenstoeltjes in mijn bestand. Dus die heb ik nu ook. En als echt wouddier hier in de bos te vinden, maar niet heus, deze te schattige raccoon. Daar kan DecoTime kennelijk niet aan voorbij, maar ik vind een wasbeertje gewoon ook te leuk voor woorden. Maar mocht je er eentje tegenkomen hier, dan is die ontsnapt, want die ga je echt in het echt niet tegenkomen bij ons in het bos. Dus kijk, dan denk je dus een thema ontdekt te hebben. Oh, wouddiertjes of iets met woud, dan valt die er een beetje tussenuit. En deze eigenlijk, maar ja, ik vind ze te leuk. Dus die mochten allemaal mee. Nou ja, dit was voor mij reden genoeg om even bij de Action langs te gaan. Ik ben bezig om goodiebags te maken. Zodra ik die klaar heb, dan ga ik er een tutorial bij maken. Dan kan je, dat zijn goodiebags, die maak ik van zakjes van de Vibra. Dan kan je zien hoe ik die verknutsel tot een, nou, nog een leuker zakje dan dat ze eigenlijk al zijn. Dat komt later op mijn kanaal. Dit was het voor nu. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik bedank je voor het kijken. Dag!